Buurtbewoners van Paramaribo Noord hebben vandaag een petitie aangeboden aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. De aanbieders vragen hiermee om de stichters van de grasbranden in Paramaribo Noord te vervolgen. Het initiatief is genomen door Mirjam Narendorp en andere gedupeerden van de buurt. De petitie is op 16 april online opgemaakt. Nadat Narendorp honderden positieve reacties kreeg vanuit de gemeenschap, besloot ze de petitie aan te bieden aan DNA. Nou, wij willen heel graag dat de DNA als onze volksvertegenwoordiging actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de branden in Paramaribo Noord stoppen. Die branden die gebeuren elk jaar, soms meerdere keren per jaar, en er wordt heel Paramaribo ondergedompeld in vieze rook. Mensen kunnen niet thuis blijven, mensen krijgen astmatische aanvallen, roetdeeltjes in hun huis en we zijn er zo moe van. Omdat wij denken dat het duidelijk in de verschillende wetsproducten staat dat het niet mag. En ik denk dat elke weldenkende Surinamer ook vindt dat hij niet in vieze rook hoeft te leven. Dus wij vragen aan onze volksvertegenwoordiging om ervoor te zorgen dat mensen bijeenkomen en kijken waarom dit alweer weer plaatsvindt. DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons nam de petitie persoonlijk in ontvangst. Ze gaf aan dat dit vraagstuk al een tijd haar aandacht heeft. We hebben in Suriname twee problemen. Eén is vaak een tekort aan specifieke wetgeving. Maar we hebben ook een ander probleem, heel lang bestaand probleem. Dat is dat we onze eigen wetgeving die we hebben, vaak gewoon niet opvolgen. Dus er is vaak een soort gedoogbeleid of men kijkt gewoon niet naar bepaalde wetten en ze worden niet nageleefd. En dat zijn twee zaken waar we als gemeenschap aan moeten werken. Ik in het parlement, met mijn leden allemaal, kan natuurlijk werken aan wetgeving samen met de overheid. Dat hebben we ook gedaan. De traditie, de cultuur van het niet opvolgen, niet sanctioneren, vaak voldoende van regels, is iets waar we als gemeenschap, ook door dit soort activiteiten van burgers, steeds beter in moeten gaan worden. Want je kan die wetten wel maken, maar ze moeten worden nageleefd. DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons vandaag nadat ze een petitie in ontvangst had genomen. Bewoners van Paramaribo Noord vragen met deze petitie om de stichters van de grasbranden in hun buurt te vervolgen.